Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Dit is het weekjournaal van Excelsior 31 TV met Daniel Holtman en een terugblik en een vooruitblik op Excelsior 31 tegen ONS Sneek. We beginnen met Daniel Holtman. Hij maakte afgelopen zaterdag bekend dat hij na dit seizoen vertrekt als trainer bij Excelsior 31 2. Ten eerste klopt dat ik dat zaterdag bekend heb gemaakt. We hebben donderdag gezeten met de TC. Het jaar tot nu doorgenomen en ook alvast voor komend seizoen. Ik volg op dit moment de TC 1 UEFA-opleiding. Ik zit hier nu 6 jaar. Waaronder nu mijn derde jaar als coach van het tweede elftal. Ja, dan moet je jezelf afvragen van, ja, wat kan mijn ontwikkeling nog zijn en waar wil ik naartoe? En ik wil op den duur gewoon ook naar een eerste elftal. Ik heb ook ambitie. Ja, dan is de vraag, is het dan wijs om dit nog een jaar te doen? Of moet ik dan volgend jaar naar een eerste elftal? Ik ben tot de conclusie gekomen dat wel naar volgend jaar naar een eerste elftal te gaan. Ja, met dat in je achterhoofd houdend. Hoe moeilijk was dan die keuze om de knoop door te hakken dat je bij Excelsior 31 na dit seizoen stopt? Enerzijds qua ambitie misschien niet. Anderzijds, je bouwt toch wat op. Ik zit hier al 6 jaar en je bouwt met heel veel mensen wat op. En dat maakt dan de keus wat lastiger. Maar als ik kijk naar mijn ontwikkeling, ja, dan zou ik ook door moeten. En dan dat kan niet. Dat kan wel, maar dat wil ik niet. Niet nog 10 jaar bij een tweede elftal. Dus vandaar de keuze. Ja. Je zegt net, je bouwt met heel veel mensen iets op hier binnen de club. Hoe hebben de mensen hier binnen de club op jouw vertrek gereageerd? Positief in de zin dat ik heel veel berichten kreeg van heel veel mensen welke ik normaal gesproken spreek, maar ook mensen die ik wat minder lang heb gesproken. Ja, ik kreeg toch ook privéberichten van dat ze het prettig vonden in de omgang en de samenwerking en dat doet de mens goed. Ja. Je zei net, je bent op zoek naar een eerste elftal om daar coach van te worden. Waar moet de volgende club volgens jou aan voldoen? Ik ben op dit moment bezig met de UEFA-opleiding. Dus dat betekent dat ik dan alle eerste elftallen, alle niveaus kan doen. En ik weet ook wel dat ik nu van een tweede elftal kom. Dus als een eerste of een tweede klasse komt wat me aanspreekt en waar ik bij pas. Qua selectie, qua vereniging, qua mensen, dan is dat zou dat mooi zijn. Ja, als we nog eens even kijken hier naar Excelsior 31, het tweede elftal. Dat won afgelopen zaterdag in de bekerwedstrijd. In de competitie doen jullie het ook goed. Staan jullie eigenlijk bij de kopgroep. Wat verwacht je tot nu toe tot aan de winterstop? Ik hoop hetzelfde wat we tot nu toe hebben gedaan. Dat is op zich wel aardige wedstrijden gespeeld. Waar we wel mee te kampen hebben is wel overal dat selecties wat dunner worden. Dus ik hoop dat we in ieder geval tot de winterstop kunnen beschikken. En zowel voor 1, 2, A1, alle elftallen voldoende spelers hebben om dit niveau vast te kunnen houden met alle elftallen. Ja, en dan hopen dat we er nog steeds bij staan. En dat moet eigenlijk wel de ambitie zijn, ook de ontwikkeling van de jongens. Dat we zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. Want daar ontwikkelen jongens zich het best in. Ja, we wensen jou nog heel veel succes dit seizoen eigenlijk. En we wensen jou heel veel succes bij het zoeken naar een nieuwe club. En dankjewel voor dit interview. Ja, dankjewel. Het eerste elftal speelt zaterdag thuis tegen ONS Sneek. Opvallend is dat de laatste 4 duels tussen beide teams hier op de Koerbelt in een gelijkspel eindigden. 3 keer werd het 0-0. In de laatste editie werd er wel gescoord.
Komende zaterdag dus een nieuwe editie van Excelsior 31 tegen ONS Sneek. De thuisploeg is na 2 overwinningen op rij weg uit de onderste regionen van de ranglijst. Even terug naar de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Dovo. Jij scoorde een keer en gaf een assist. Ja, nou ja, dat klopt. Het was een hele goede bal van Derian. Ze zagen dat goed de ruimtes achter de verdediging lagen. En hij zag me lopen, hij geeft het perfect mee. Ja, in eerste instantie dacht ik van Jamaro, blijf rustig. Je had hem ook goed onder controle, of niet, de bal? Ja, ik nam hem wel ik nam hem echt goed aan, al zeg ik het zelf. Op dat moment daar zei ik al van blijf rustig. Maar op dat moment, hij draaide iets ervan af ook. En dan ging mijn ding in maar op. Dus gewoon tussen die palen en gewoon proberen in de korte hoek. Ja, en die vloog erin. Ja, hard ook, of niet? Ja, die ging wel redelijk hard, ja. Ja, klopt. Ja. Wat ik eigenlijk een mooie doelpunt vond, is jouw assist op Derian. Kan je nog even vertellen hoe dat ging? Ja, dat was een. Volgens mij speelde Hakim hem naar Boy. En ik liep de ruimte in eigenlijk. Boy speelde hem in mijn voeten, strak, goed. Ik nam hem aan en ik had in principe had ik 2 keuzes. Want Hielke kwam eraan en Derian kwam eraan. Ja, dan moet de verdediger kiezen. En ik gaf hem perfect op maat mee aan Derian. En die schuift hem in de verre hoek erin. Ja, maar het was wel een bijzondere wedstrijd, toch niet? Want met rust had je achter kunnen staan, gezien het aantal kansen. Maar jullie winnen wel met 2-6. Ja, we hadden bij rust denk ik 4-5-1 achter kunnen staan. Zij maken de kansen niet af. En dan mag je blij zijn dat je eerst 1-0 voorkomt. En dan het is niet dat je dan gelijk achter de feiten aanloopt. Dan begin je rust eigenlijk heel goed. Krijg je een penalty. Alleen jammer dat er dan de 2-2 ook weer redelijk snel valt. En dan wat echt bijzonder was, dat wij snel de 2-3 en de 2-4 scoorden. Ja, toen hadden we wat een stukje adem daarin. En uiteindelijk win je met 2-6. Ja, jullie zijn met een goede serie bezig. Je gaat richting middenmoot. Daar staan jullie eigenlijk al. Zaterdag tegen ONS Sneek, die staan onderaan. Zegt dat wat? Nee, dat zegt niks. Tegenwoordig kun je van alle ploegen verliezen. Zelfs van nummer laatst. Maar die willen ook natuurlijk punten pakken. Dus ik verwacht wel gewoon dat zij erop gaan klappen. En wat ik ook al zei in de interview van Voetbal 247. Wij moeten gewoon uitgaan van onze eigen kwaliteiten en krachten. En dan hopen dat we die punten ook hier gewoon houden. Ja, je had het over Voetbal 247. Er was iets speciaals van de week, want je bent speler van de week geworden. Ja, dat klopt. Ja, ik kreeg dinsdag werd in één keer in een bericht getagd dat ik speler van de week was geworden. Ja, natuurlijk, mooi moment natuurlijk. Ik hoop dat het gewoon zo door blijft mogen gaan. Ja, dat je vaker speler van de week mag worden, zou wel mooi zijn. Ja, het zou zeker mooi zijn. Als ik mijn aandeel daarin kan brengen voor Excelsior, dan is dat goed. Ja, jullie hebben een brede selectie en dat merk je nu, want je hebt veel blessures. En de jongens die invallen, die doen het ook gewoon goed in dit helftal. Dus dat is wel heel mooi. Alleen zaterdag inderdaad tegen ONS Sneek, die onderaan staan. We hebben thuis nog geen wedstrijd gewonnen. We staan, als je die wedstrijden omrekent, sta je onderaan. En de uitwedstrijden sta je bovenaan. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, uit zijn wij denk ik dit jaar heel goed begonnen. Op 1 wedstrijd verloren van Sparta Nijkerk dan. Het liefst wil je thuis ook punten pakken en ik hoop dat we daar een stap in goede richting aanstaande zaterdag gaan doen. Ja, gaan jullie hetzelfde spel spelen of ga je toch anders spelen omdat je thuis bijna geen punten pakt? Dat is de keuze van de trainer natuurlijk. Ik denk dat we wel hetzelfde systeem vasthouden. Dat wat ik zeg, dat hangt van de trainer af. Wat weet je van de blessuregevallen? Zijn er al mensen die terugkomen? Joost is toevallig is op de terugweg. Ryan weet ik niet, heel eerlijk gezegd. Ja, Stefan, Frank, Jasper, die liggen er iets langer uit. Voor de rest, het is meer hoe ze moeten revalideren en hoe lang ze mee bezig zijn. Ja, en als ze terugkomen, dan is het gaan met de banaan. Jullie hebben een leuk team. Af en toe denk ik wel, dat lijkt wel een vriendenteam. Hoe bevalt het bij jou bij Excelsior 31? Hier werd ik heel goed opgevangen en ze benaderen me ook heel positief. Ze zeggen ook waar het op staat, maar als ik ook iets goeds doe, dan hoor ik het ook. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin hier. Nou, dat is mooi. Je hebt je draai gevonden. Dus als je elke week beter gaat spelen, dan kunnen we nog wat verwachten, denk ik. Ja, ik doe gewoon. Ik heb het ook altijd met mijn ouders en vooral met mijn vriendin over. Meer dan mijn best kan ik niet meer doen. En dan, zodra ik plezier heb, ga ik leuk voetballen. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je veel succes zaterdag tegen ONS Sneek. Ik hoop dat de 3 punten nu wel in reis blijven. En dan spreken we elkaar na de wedstrijd. Ja, gaan we doen. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Een samenvatting van Excelsior 31 tegen ONS Sneek zie je zaterdag weer bij ons.
Uiteraard zijn we er 's middags ook live op Facebook met een voor- en een nabeschouwing. Voor nu, bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Loek.